reizen hoeft niet meer beperkt te worden tot de bank, het bed of in de trein. Er is nu een boek dat je zelfs in de sauna kunt lezen. Maar wat is het voor een boek? En willen we eigenlijk wel in de sauna lezen? We hebben hier een Wendy. Jullie gaan zo de sauna in. Ja. En dan hebben jullie een boek. Na een minuut of zo, dan komen er allemaal letters in dat boek. Ja, wat verwachten jullie ervan, Debbie? Ik heb geen idee. Ik laat me verrassen. Ik zie nu weinig in het boek. Dus ik ben benieuwd wat er na een minuutje gebeurt. Ik denk dat het toch wel leuk is. Maar ik ben heel benieuwd. Ik weet niet wat ik ervan moet verwachten. Een sauna kan voor velen heel ontspannend zijn. Maar soms ook een beetje saai. Dat is nu voorbij. Want er is nu een speciaal boek op de markt dat je alleen in de sauna kan lezen. Wat vinden onze twee dames van dit nieuwe boek? Gaan ze het kopen? Kijk, als je hier kijkt, toen straks was er dus niks te zien als poppetjes en dergelijke. En nu zie je dus echt gewoon duidelijk de teksten staan. Zo kun je dus wel fijn in een sauna gewoon een boek lezen. Zou je dat doen? Ik zou dat wel doen, ja. Je zit hier toch maar meestal een lange tijd. Dan kun je lekker een boekje lezen. En jij? Ja, ik ook. Zeker. Ja, echt waar? Ja. Paul van Kempen, jij bent trendwatcher. Zie jij iets in dit boek? Ja, zeker, want de jaren 80 zijn helemaal terug. En daarmee ook de sauna en de aerobics. En eigenlijk ook het idee met de sauna, het eigenlijk je lichaam ontgiften. En dat gecombineerd met dit lezen van een boek. Wat dan ook weer, dat lijkt me dat zeker iets, ja. Het begin van een nieuwe trend wellicht. Ja, het is op zich wel weer terug in ieder geval. Ja, dus dat de saunabezoek toeneemt. En dan misschien een boek lezen. Maar Victor, lijkt jou dat wat? Een boek lezen in de sauna? Ja, maar volgens mij kan je elk boek lezen in de sauna. Dit boek wordt alleen leesbaar door de hitte, hè? Dus is het dan heel geheim? Is het dat je het alleen als je naakt bent in nou, de hitte? Nou, het is eigenlijk gekoppeld aan het lettertype. Dat is sauna. Dat is ontwikkeld door het bedrijf dat het boek uitbrengt. Dat ook een afdeling heeft in Helsinki, waar sauna dus echt heel gebruikelijk is in de cultuur. En daar komt het eigenlijk vandaan eigenlijk. Dat komt eigenlijk nu een beetje overwaaien vanuit Finland. Maar goed, lezen in de sauna, je kunt ook lekker relaxen en ontspannen. Moet je weer lezen, je leest al zoveel normaal, toch? Ja, maar ik bedoel, je kan voorstellen dat je in de sauna op elkaar uitgekeken bent. En, je ziet ook niet in de sauna eerlijk. Ben je natuurlijk nooit op elkaar uitgekeken. Het is dat is de enige plek waar je naar elkaar uitgekeken bent. Het is nogal bent. Mistig, Victor, in een sauna. Ja, dat zag je toch net, we zijn maar in de sauna. In het Turks bad is het sauna. Ja. Is het mistig. Paul, wat is jouw conclusie? Ik denk dat het iets is inderdaad, want het gaat gekoppeld aan dat lettertype. Denk ik dat op zich, dat duurt een poos voordat het doorbreekt. Maar ik denk dat het zeker iets is. Gewoon grappig. Ja. Goed, dankjewel. En ja, Victor, we praten zo door.